Rustig, we gaan schuiven hier. Kijk, kijk. We gaan een kluis opsnijden. Barbecue. We gaan met dat door. Barbecue. We moeten wachten, we gaan Parida. Parida is van de demonstranten. Parida gaan we bij de kerk, bij de moskee gaan we daar varkenskoppen bakken. Barbecue, die Parida. Echt waar? Varkenskoppen, waarom? Moet ik jou hebben jullie haalwater? Als je blauw is, dan is het heetste. Kijk wat we gaan doen. We hebben hier een kaart. Dat is de cameraman. We hebben hier een KTM 950 Adventure staan. We hebben een servicebeurt gegeven. Kijk, zulke mooie banden die motor heb. Een momentje, ik ben klaar. Kijk, super mooie banden hebben we gemonteerd. Oliefilter, luchtfilter hier. We gaan alles in die motor doen, maar helaas, we moesten die remblokken vervangen. Er zit weinig gas in, hè? Kwamen we erachter dat die pin vast zat. Dus dit. Ik heb niks. Ga je hand daar weg. Waar? Beetje zo mooi. Kan wel zo. Dat die vlam is. We gaan een beetje heet maken. Die gas is op. Ja? Ja. Moet hij gevuld worden of niet? Ik kan geen hoge druk maken. Maar niet vanaf daar, vanaf die andere knopjes? Kijk maar, die meters geven leeg aan. Mag je dat leeg? We zijn hem heet aan het maken, die pin. En daarna kunnen we misschien eruit tikken. Dat is de bedoeling van heet maken. En dan kunnen we die remblokken monteren. Maar dit komt door achterstallig onderhoud. Mensen doen er niks mee. En dan maar rijden. En ze kijken tussendoor en zien in één keer de remblokken dik zijn. Nee, het heeft niet met remblokken te maken. Die remblokken die kunnen ook verglazen, die kunnen hard worden. Wat nou gebeurt er? Nou wil je het losmaken en sta je met, gebakken peren. Ik hoop dat ik hem niet terug kan maken. Zuurstof is op. Een remklauw is duur. Dit is de beste manier. Ik denk de andere kant moet ook warm gemaakt worden. Zo dat. Ja, zuurstof is op. Ja. Dat we niet die rubbers laten smelten. Daar kunnen we wat hebben hoor. Kojak! Dat ziet er goed uit, joh. Ik probeer, het is geen zuurstof. Een netelnek, hoe gaat het? Hey, Henk, ik even vasthouden zo, een beetje filmen. Netelnek? Ja. Ook gas is er niet veel meer. Ha? Ook gas is er niet veel meer. Dit ding is leeg. Ja, moet een beetje. Spuit dingen erop. Spuit kruipolie erop. Gaat op. Moet je hem vasthouden, gaat even tikken. Nee, hij moet even iets. Nee, hij is losgekomen. Kijk, één, kijk. La 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 la. Hou vast, jongens, kijk, jongen. En twee wielen, zo, geen alles, jongen. Ja, heb ik jullie nog? Ik kan ook vliegen. Hoppa. Ja. Dat is heet. Ja, dat konden we net niet. Kijk jongen, dus de operatie is geslaagd. Dat is operatie Black Panther is geslaagd. Ja. Dat voelt hier gelijk af. Oké. Dus deze is gedaan. Gaan we nou even bij deze kijken. Of hier wat mee gedaan kan worden. Hey. Dus kijk hoe ze deze hebben geborgd. Deze is geborgd met een draadje. Dan gaan we hem even. Vandaag hebben we gek Henkje als cameraman. Normaal was hij achter het stuur. Normaal was hij de vluchtchauffeur van de betonbouw. Maar hij is nou net de burger geworden. Net de burger. Als hij net slapen. We hebben het chaos gemaakt in de wijk, Henk. Allemaal afscheid maar uit. Ja.
nou geluk, deze gaat vanzelf al uit. Wat hè? Ja, deze is goed. Dus kijk, deze is er ook slecht uit, daar niet van. Maar ging wel zelf. Dus wat ik ga doen, ik tik ze eruit. Ik ga die pinnetjes helemaal opschuren. Even netjes maken. Appa. Het is allemaal heet. Dus Schoonborgveer hoort erin. Dit zat erin. Gaan we even netjes maken. Gaan we even mooi maken. Vandaar, als je een motor koopt, dan weet je weinig over de motor. Mensen kunnen zoveel mooie verhalen vertellen. Wat deze jongen heeft gedaan. Hij heeft deze KTM gekocht. Hij zegt, ik breng hem bij de KTM-expert. Ik breng hem bij Isa. Die kijken me van, nou, dus heb ik gedaan voor hem. Dus twee mooie banden hebben gemonteerd voor hem. We hebben een servicebeurt gegeven. Bougietjes, olie, oliefilter. Alles gaan van de motor, dat hij lekker kan rijden door de zomer. Dat hij lekker kan planken. Er zijn inderdaad de remmen rijden er ook bij. Dus als je een motor koopt, je weet iets over de motor, dan zet hem neer. Dan maken we hem even netjes voor je. Dan kijken we hem na. Dan bellen we altijd van tevoren wat het gaat kosten, hoe en wat en hoe lang je hem kwijt bent. En dan kun je veilig rijden. Want veiligheid is belangrijk. Want motorrijden moet veilig blijven. Want ik ben zelf ook een motorrijder. Dus we gaan er een einde aan maken nou aan het filmpje. Dus aan het filmpje, niet aan onszelf. Want we hebben heel veel plezier in het leven. Dus ik denk voorlopig genoeg. Als we rare dingen tegenkomen, of rare dingen zien, dan gaan we het zeker erbij halen. Maar ik wil jullie wat anders laten zien. Jullie, wat nog niet? Kijk, dit is de 950. Ga maar daar staan, denk ik. Kijk zien. Dit is de 950. Wat is het verschil tussen de 950 en de 99? Bij de 99 staat erop EFI, Electronic Fuel Injection. Het is een carburateurserie. Kijk, dat is leuk om te zien. Dus dit is er niet meer eigenlijk. Zulke mooie, zulke knotten. Het is nou allemaal injectie geworden, maar ik heb toch wel gevoel voor zo'n carburateur. Eens kijken hoe het allemaal eruit ziet. Het ziet er mooi uit. Ik vind het systeem van een carburateur leuker dan injectie. Injectie is saai, kun je niks mee doen. Als het niet doet, dan doet het niet. Hier kun je nog een beetje mee kloten, hier kun je nog repareren en schoonmaken. Dus dit is de oude filter. Die was zeker toe aan vervanging. Moet eens kijken hoe die eruit ziet. Dus, en die olie die was pik en pik zwart. Dus die hebben we eruit gegoten. Dus we hebben net een nieuwe olie erin gegoten. Ik denk, het is voorlopig genoeg, Henk, of niet? Perfect. Is goed, jongen. Ajus, gelukkig nieuwjaar.